28, 27, 26, 25, 4, 3, 2, 1, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Je verjaagt de vissen. Maar meneer, sorry hoor, maar we gaan beginnen met de Play Quack Show. Hé joh, gaat het even ergens anders doen? Spijt me vreselijk, maar de show must go on. Welkom allemaal. Leuk dat u komt kijken bij de Play Quack Show. Waar u zelf punten geeft en meebeslist wie de winnaar wordt van de gouden duinruilbokaal. Maar eerst even naar mijn waterogen kijken, want er zit helaas een valse noot in. Kijk deze. Nou, dan moet de loodgieter maar even naar komen kijken. Maar eerst de show. Laten we direct beginnen met onze eerste kandidaten. Hier zijn ze, Banana Kwakwa! Zo, wie van jullie drie is zo'n beetje de brutaalste? Ah, die zijn verlegen. Zo kom je niet in de showbiz. Neem bijvoorbeeld aan mij, ik ben hondbrutaal. Nou, ik ook hoor. Goed zo. Vertel eens, jullie zijn zusjes hè? Ja, ik ben Stanja en zij is Anja en dat is Tanja. En ze drinken zeker altijd oranje, dames en heren. Ja, lach er maar even om. Nee, is allemaal gekkigheid natuurlijk. Hé, hey, zeg eens, jullie doen Banana Rama na, hè? Die drie bloedmooie Engelse meiden. Zijn jullie daar fan van? Ja, absoluut. Ik vind het onwijs gaaf. Oké. Nou, wij vinden jullie ook onwijs gaaf. Laat maar eens horen wat je kan. Dames en heren, hier is Banana Kwakwa. Even kijken wat de jury ervan vindt en dan denk ik de vissen eerst. Hallo vis, hebben jullie de meisjes van Banana Kwakwa ook gehoord? Mag ik voor jullie de punten? Oh! Dat is mooi, dat kan op het scorebord. Maar dan nu de punten van het publiek.
De eerste rij heeft kastjes met drie knopjes erop. Jullie kunnen 1, 2 of 3 punten geven. Maar niet allemaal meteen het allerhoogste geven, want er komen nog veel meer. Nu druk. Oké, zeg maar, welke vind je? Ja, fijn. Hoeveel punten krijg je van jou? Daar zitten dus... Prachtig. Hier zitten dus drie knopjes. En dan kan je de meeste cijfers geven. Punten bij elkaar. En dan wordt dan op dat scorebord... Klein Billy. Ja. Laten zien. Dag mijn jongen. Billy assisteert mij bij de puntentelling en is op school hartstikke goed in rekening. Tel dat maar eens bij elkaar op, jongen. Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten. En tadaa! De punten zijn opgeteld. Dankjewel, Billy. Tijd voor onze tweede kandidaat. En dat is iets heel bijzonders. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Playback Show, een deelnemer die geen kikker is. Dames en heren, hier is Benny Bever. Ja, hallo, hallo, kikkerbil jongens en meisjes. Maar ik ben wel een bever hoor, ja, zeker wel. Hoe bedoel je? Dat zei ik toch? Nee, je zei Benny Bever. Snap je? Benny, ik ben wel een bever. Ik maak maar een grapje hoor. Ja, ja. Nou, laat het grapjes maken maar aan mij over, Benny. Het liedje wat je gaat zingen heet Is vrij gezellig aan het water. Ja. Ik zou zeggen, begin maar meteen. Dames en heren, hier komt hij dan. De zingende komiek, Benny Bever. Het is vrij gezellig aan het water. Het is prettig proeven aan de kant. Er is van alles te beleven. Dat lees je nooit eens in de krant. Vrij gezellig gaan van slapen. Luister je fijn stellen. Je ziet ook alle soorten beesten. En er is helemaal niets nieuws. Een lekker rustig dagje uit. Vergeet nou eens die drukke stad. Kijk je ogen doe je toch uit. In elke kombuis zit wel wat. Een Vlaamse gaai, een karkiet. Dat is toch wel wat anders dan een kooi met een parkiet. Het is vrij gezellig aan het water. Het is prettig voor aan de kant. Er is van alles te beleven. Dat lees je nooit eens in de krant. Heb je zin te vallen, helemaal niet gezellig aan het water. Dat liedje slaat helemaal nergens op. Dit water hier is onrustig en helemaal niet gezellig. Hallo meneer. Kijk, ik wil rustig vissen en ik krijg een lading amateurs over mij. Blerende amateur. Stil zijn. Oh, ik moet stil zijn. Ik hou van de vertoning. En dan kan er geen eentje zingen. Ik zing ze er zo uit. Die parkiet zing ik zo uit de kooi. Nou, dat mag u dadelijk zingen, meneer. Maar eerst willen we graag even zien wat de vissersjury van Benny Bever zijn prestatie vond. Zo, dat kan op het scorebord. En dan nu het publiek. Wat geeft het publiek voor onze tweede kandidaat? Jullie kunnen nu drukken. 1, 2 of 3 punten voor Benny Bever. Heeft iedereen gedrukt? Prachtig. Dan hebben we nu kleine Billy weer nodig, want we moeten gaan optellen. Ah, daar zit hij al. Hoi, pa. Hoeveel is dat samen, klein rekenwondertje van me? Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten en tadaa, de punten zijn opgeteld. Nou, ik vind het knap van je, hoor. Dankjewel, Billy. Dankjewel, Benny Bever. En nu mag u zingen, meneer. Vertel ons eerst eens even hoe je heet. Dat concept heel erg. Peter Prins. En zeg jij maar meneer Prins. En welk liedje gaat u voor ons zingen, meneer Prins? Vis. Nou goed, dan zal ik u begeleiden op een waterorgel. Er zit helaas een valse noot in. Kijk, deze. Nou, in ieder geval, dames en heren, kandidaat nummer 3, meneer Prins en Vis. Ik zit hier al een tijd te vissen op een grote snoepbouw. Ja, kanoe 2.0. Maar het enige wat ik heb gevangen is een oude laars. En ik weet heus wel waarom het slecht gaat. Dat zit namelijk zo.
zouden hier in deze vijver de Beekwegshow. Het is een herrie wat ik hier hoor. Drums en gitaren en ga zo maar door. Het is een soort van tv-quiz. Het interesseert me geen moe, ik wil alleen maar vis. En daar zit ik voor. Ik zit op te vissen en als ik voor jongen, dan ga ik vissen. En dan worden die vissen niet. Die gaan allemaal kwijten. Dat heb ik mooi klaar mee. Laat mij dan maar naar mijn dommer te kijken. Zonder die herrie die ik hier hoor. Drums en gitaren en ga zo maar door. Maar toch fietsen met je hele showbusiness. Ik zit hier enkel maar te wachten op een beetje vis. Heel mooi, prachtig. Ik ben benieuwd wat de vissen van het liedje vinden. Ja, daar was ik al bang voor. De vissen vonden de tekst geloof ik niet zo leuk, meneer de prins. Kan me niks schelen, als ze maar bijten. Maar misschien dat de mensenjury nog iets aan die nul kan veranderen. Ja, jullie mogen nu je punten geven voor het liedje Vis. Druk maar op een knop. En klaar. Kleine Billy. Hoi pa. Zou jij met je knappe rekenhoofdje op je computer uit kunnen rekenen hoeveel punten meneer Prins in totaal heeft gekregen? Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten en tadaa, de punten zijn opgeteld. Hartstikke bedankt, zoon. Het wordt steeds spannender. We gaan snel door naar onze laatste kandidaten. Daar zijn ze. Het zijn de jongens van Status Quack. Zo, wat is het begin al gelijk te spelen. Maar ja, het is natuurlijk echt een hoor. En daar hebben we weer hier. Dag maar lekkere knul. Hoi pa. Nou, begikkertje. Zo, nu wordt het spannend. Nu komt het publiek. Jullie kunnen nu een 1, een 2 of een 3 indrukken voor Status Quake. Nee, nee, nee. Allemaal gedrukt? Goed. Jullie, tel het eens eventjes op, jongen. Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten. En tadaa. De punten zijn opgeteld. En dat betekent dat de winnaar van deze Duinruil Play Fact Show is geworden, hè? Fantastisch! Wat een prestatie! En dan nu nog even een liedje. Thank you.
is nu de Play Quack Show alweer afgelopen. Mag ik alle kandidaten uitnodigen om met mij samen het afscheidslied te zingen? Baba, wacht even! Stevens Kwek is op weg! Die hebben een optreden in het Tiki-pad. Maar ja, dat is hard hè? Altijd on the road. Maar ja, altijd. Ik wil wel weer zingen. Ja, natuurlijk moet je mij zingen. Dus aan het eind van de show, dan gaat iedereen mee zien. Oké, jongens, gezellig. Jij zo weer de show te maken. Dit is het einde van de Playback Show. Van de Playback Show. Met spanning en sensatie. Het was een hele fijne.